En dan gaan we hier naartoe terug. En dan moeten we deze pakken. Nou, volgens mij heb ik je nog net aan de lijn, Marco. En dan worden we opgenomen. Ik denk het wel. Oké. Okay. Ik heb show notes voor me. Allemaal, Peters. Daar hadden we het over, hè? Zijn ze nou eigenlijk lekker? Ja, want daar ging het jou om. Het gaat om de spelling, toch? Het gaat om de spelling. Ja, als je zegt Panama Papers en je schrijft met een E, dan kun je dingen denken van, zijn Panama Papers nou bijzonder pittig of zijn ze smakeloos? Ja, bij Papers heb ik daar gelijk een idee over, maar de Panama Papers komen op mij... Ja, smakeloos, maar ook in de zin van tasteless of zo. Gewoon... Ja, nee, wat de mensen ermee doen, dat is smakeloos. Ja. Maar het feit dat ze in het nieuws zijn, dat is wel bijzonder pittig. Ja. En in ons voorbereidende gesprek... Dat die mensen op die manier hun geld wegsluizen, dat is bijzonder smakeloos, denk ik dan. Ik weet het eigenlijk niet. Als die mensen doodgaan, dan valt dat geld toch allemaal weer vrij? Nou, dan gaat het naar hun kinderen. Ja. Oh ja, maar die zijn ook... Kijk, hetzelfde als de premier van Engeland. Die zegt van, ja, het was mijn vader die alles naar het buitenland gesluist heeft. Mm-hmm. Ik heb aandelen verkocht. Hè? Mm. Meneer Cameron. Dat was inderdaad fijn. Hij niet af te treden. Dat is. Mijn grote punt. Scholen eens even terug. Geef ik mij een idee over Cyclone B? Oh, wacht. Oh, je zit natuurlijk mee te kijken. Ja, ja. Dit zat deze huis. Of Venus. Ja. En om jou te pesten heb ik Jezus in het rood gezet. Ja, goed. Jezus was er gerooid. Dus in die tijd was hij hartstikke rood. Nu zou je hem zeggen van, nee, hij was hartstikke rechts. Maar toen de tijd was hij hartstikke rood. In wat voor zin dan? In wat voor zin? Nou, dat in die tijd... Wat we nu rechts noemen, het liberaal, ja. Trouwens is het in Amerika ook zo, want liberal in Amerika is hartstikke links. Terwijl de liberalen in Nederland... Ja, die zijn rechts, ja. Maar volgens mij was Jezus helemaal niet politiek actief. O, jawel. En wat van zin dan? Nou, omdat hij een rebel was. Ja, omdat hij een keertje een relletje heeft geschopt in een tempel. Oh, 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 wat erg. Nee. Dat wordt er iedere keer weer ingevreven. Als je een eigen politieke partij had, met 12 bestuursleden. Oh ja, een politieke wandelpartij. Dat was gewoon een wandelclub, man. En hij was zeer progressief, want hij keek naar de toekomst. Ja, dat wel, ja. En kijk eens wat er van gekomen is. Ik vind dat hij helemaal gelijk heeft gekregen. Nou, of ik hem nou gelijk moet geven, dat weet ik niet. Dat is het tweede. Nee, precies. Maar dat hebben we gewoon, dat heeft gewoon een mening van je persoon. Van je... Misschien moet ik wel van mijn mening afmaken, oh, weet ik veel. Maar mijn voorlopige conclusie is dat hij gelijk heeft gekregen achteraf. Misschien. Nee, wat dat betreft, wij kennen elkaar lang genoeg. En we weten van elkaar dat we elkaars mening accepteren. En jij bent misschien een christen en ik niet. Dat kan best wel zijn. Met de nadruk op misschien en niet. We accepteren dat van elkaar. Ja, misschien en niet. Hoezo ben ik een christen? Hè? Ik kan hooguit zeggen, per ik beweer. Je hebt tegen mij gezegd dat jij een christen bent. Kijk, dat is waar. Ja. Maar dat wil niet zeggen, ik kan ook wel tegen jou zeggen dat ik miljonair ben. Ja, maar dan zou je weer wat meer pannenpapers eten. En daar zou je het eigenlijk over hebben. Ja, precies. Maar wat vond je nou, want van die Panama Papers heb ik een hele leuke video gezien. Die is op het NOS-journaal uitgezonden met hoe het precies in elkaar zat.
En die was echt totaal onbegrijpelijk. Maar wel netjes gedaan. Ja, maar dat kunnen met ze Blender bij de 2D of zo, weet ik veel. Ja, maar dat kunnen ze echt heel goed bij de NOS. En dat is, hoe moet ik dat zeggen? De media beïnvloeden. Dus, als ik nou bijvoorbeeld kijk naar hoe de interviews tegenwoordig gaan met immigranten. Ja. Ja, op Sicilië. Zeggen ze tegenwoordig allemaal dat ze zo dankbaar zijn en dat ze goed worden opgevangen. Mm-hmm. Wel, een half jaar geleden waren die immigranten nog zo van, we krijgen niks goeds te vreten en we willen geld en dat zeggen ze dus niet meer. Ik denk dat ze... Ik denk dat die mensen die dus geïnterviewd worden, of voren gebriefd worden, van wat ze mogen zeggen. Natuurlijk. Ja, dus ze moeten zeggen dat ze goed opgevangen worden en dat het allemaal oké is. Ik heb gesproken met een man en zijn vader werkte bij de NOS. En toen brak die pleurisooi in Irak uit. Met die oude Bush was het nog in 93 of zo. Maak me er niet op af, maar toen de eerste oorlog op Irak. Hè. En zijn vader die zei tegen zijn zoon, jongen. De pleur is uitgebroken. Ik moet naar mijn werk. Maar je mag wel mee als je wil. Nou, dat wilde hij maar al te graag. Dus hij mee met zijn vader naar de redactie van de NRC of zo. En er kwamen allemaal foto's kwamen binnen. En er zat er gewoon een redacteur en die zei gewoon... die wel, die niet. Nee, die ook niet. Die wel. En die jongen, die stond erbij. En hem viel het op. Dat waren juist bepaalde foto's. Die mochten niet in de krant. Foto's met dode Amerikanen bijvoorbeeld. Ja, dat. Of Irakezen met de handen omhoog. Van we geven ons over. Kijk, die foto's mochten er allemaal niet in. Nee, maar kijk, alle moslims geven zich over. Dat is horen ze te doen. Van de islam. Ja. Is overgave. Ja, absoluut. Eigenlijk zou ik zeggen van, laten alle moslims zich overgeven, dan zijn wij van de ellende af. Maar of de grote ellende begint, want dan krijgen we een ontzettende hoop broeders en zusters bij. En daar moeten we allemaal voor gaan zorgen. Als die moslims zich niet overgeven, dan zijn er geen echte moslims. Ja, dan hebben we er gewoon niks mee te maken. Nee, maar de moslims die zeggen dus feitelijk dat niet zij zich over moeten geven, maar dat wij ons moeten overgeven. Dat ligt er maar aan hoe goed je met ze praat. Wij zijn nog geen moslims. Ja, ik heb met voldoende Mohammedanen gesproken. Die gewoon echt zeggen. Qua overgave. Wij geven het goede voorbeeld. Zoals Karel Doorman zei. Ik val aan, volg mij. En ze zeiken gewoon niet. En ze vragen alleen maar toestemming. Of ze gewoon een moskeetje mogen hebben. Waar ze maar 5 keer per dag. Hooguit 5 keer per dag. Naartoe mogen gaan. Ja, natuurlijk mag dat van mij. Een of ander buurtgebouwtje of zo. Ik heb daar op zich niks op tegen. Nee. Maar het punt is met elke religie, en dat is of nou het islam is of het christendom of het hindoeïsme, ze willen allemaal dat ik me overgeef aan hun religie. En nog een keer, ik heb met Mohammedaanse mensen gesproken die gewoon respecteerden dat ik gewoon een ander boek gelezen had. En dat ze ook mij helemaal beschouwden als een van hen. Oké. En jij geloofde dat? Dat waren hele aardige mensen. Ik had er nooit last van gehad. En jij geloofde dat? Ja. Want elke moslim heeft... In de Koran staat dat, hè? Dat ze mensen mogen misleiden. Ja. Voor het geloof. Ja, nee, sterker nog, dan mag je van mij ook. Het doel heiligt de middelen, Marco. Maar van mij niet. Ja, you loser. Nee, ik vind dat je jezelf pas over hoeft te geven als je werkelijk van iets overtuigd bent. Oké, kijk, nu heb je mij te pakken. Nu heb je een punt. Maar even terug naar de Panama Papers. Hè? Panama Papers. Jij dacht daarbij ook aan
W.A. van Buren. Die heeft ook de Elfstedentocht geplaatst. Ja, en dat hij dus eigenlijk ook buiten de hele... Want je weet natuurlijk als de premier van IJsland en de premier van een aantal andere landen daar politiek mee in de problemen komen. Ja. Of de, ik zeg niet de premier van IJsland, maar de president. En onze koning, nou, die houdt zich netjes aan de regels. Ik denk het niet. Ik denk dat hij ook diep in de Panama Papers zit. Ik denk zelfs dat hij een heel ware huis van Panama Papers heeft. Arme man, ik heb zo'n medelijden met die man, hè? Hoezo? Die vrouw van hem. Lekker ding, toch? Ja. Ik zou het er ook op kunnen, hoor. Ja, maar mag dat wel van haar? Want als de eentje de knieën tegen elkaar kan houden, dan is dat ook die Maxima wel, hè? Nee, maar hij heeft het op zijn minst 3 keer mogen doen. Ja, waarschijnlijk iets vaker, ja. Een paar keer oefenen ook nog. En dan net tegen de tijd dat je denkt... Misschien argumenteren dat Amalia van de melkboer is. Nee, dat geloof ik absoluut niet. Dus die kans is vrij klein, hè, dat het van de melkboer is. Laten we zeggen, die kans... Dus hij heeft het zeker 3 keer op het mogen doen. Ja, maar is het dat echt waard? Je moest eens weten hoeveel tijd zo'n dame kost. Dat hij er 3 keer op kan. Ja, op zijn Engels gezegd van, hé, hey, kun je het erop? Nog 1 keer? Ja, misschien heeft hij gewoon 1 keer gewoon met een Playboy heeft hij gewoon een buisje volgeschoten. Kunstmatige inseminatie, ja, in het Koningshuis. Dat er gewoon een afspraak was tussen de familie Sorrietta. Van, nou, we willen wel kinderen van die klojo's van Oranje Nassau. Maar niet dat gefriemel met die beschimmelde pik in het gaatje van onze dochter. Het moet wel hygiënisch. Voor hetzelfde geld, man. Nou, ik denk dat die hygiëne regels eerder komen van het Huis van Oranje. Ja, jij vindt de Zorgetta's iets smeriger. Nou ja, ze zijn wat Zuid-Amerikaans, laat ik het dan zo zeggen. Ja, en hoe zit het dan met het fijne verhaal? Dat ik dus gesproken heb met een man die beweerde van de geschiedenis te kennen. En dat werd... Toen werd het een saai gesprek, want daar weet ik inmiddels wat meer van dan een geschiedenisleerling. Hè? Maar die heeft dus bij Minerva en zo in de rondte gehangen. Is in Leiden. Hè? Voor de kijkeraars, dat is allemaal in Leiden. En die kende dus Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Persoonlijk, in die zin, hij had gewoon in dezelfde ruimte. En hij wist gewoon, oh, Willem-Alexander staat daar. Ja, hij was natuurlijk gewoon pleb. Maar hij vond zichzelf een hele beer. En hij vertelde mij... dat Willem-Alexander vreemd genoeg elk feest verliet met telkens weer een mooie vrouw. Ja, maar dat zou ook telkens weer dezelfde mooie vrouw geweest kunnen zijn. Zo was het niet per se, want iedereen, ja, bij Minerva doet iedereen het met iedereen, hoor. Minerva. Dat is Athene, is dat, hè? Doet me dat een beetje denken aan hier in Arnhem het Rembrandt Theater. Rembrandt is toch Minerva? En Minerva is bovendien, als je het uit de Griekse mythologie bekijkt, ja. is toch eigenlijk Athene. Ja, is dat dezelfde naam of zo? Dus een godin is het, hè? Ja, het is godin. Godin van de wijsheid. Ja, maar neus never nooit niet. In de zin, ja, we gaan het nu niet over vrouwen hebben, want daar raken we niet uitgesproken. We gaan terug. Nee, als je het over Minerva hebt, heb je het ook niet over vrouwen. Want vrouwen zijn net zo goed als mannen gewoon uit de kut van hun moeder geboren. Want Minerva is uit het hoofd van de Zeus geboren. Nou, nee, als het Minerva is, geboren. Dat is een, maar ik wil terug even naar de show notes. Want ik moet het hebben over dat W.A. van Buren, die Elfstedentochtrijder. Hè? Hey, maar zet dan even de show notes weer even op een beeldscherm. Dat is een goed idee, want die heb ik ook helemaal klaarstaan. Ben
dankjewel. Ja. We zijn weer terug. We hebben het over Panama Papers. Die hebben we gehad. En we hebben WA van Buren gehad. En dan krijg ik puntje 2. Gele gordijnen. Want dat zei dus die geschiedenisleerling. Gele gordijnen. Nou, dat dacht ik dus ook gelijk. Dus het had gewoon niks te maken met zijn royale afkomst. Nee. Het waren gewoon die gordijnen. En al die vrouwtjes wilden tussen die gele gordijnen verblijven. Nee, maar het grote verschil is, als ik ergens ga wonen, moet ik mijn eigen gordijnen verzorgen. Ja? Ja. Als PDA gaat ergens gaat wonen, of als KWA tegenwoordig ergens gaat wonen, dan wordt hem gevraagd van, welke kleur gordijnen zou u willen hebben? Ah, doe me geld. Ja, ik vraag het me af, want volgens mij heeft hij inmiddels... Maar ja. Ik heb gewoon echt heel veel medelijden met die man. Waarom? Hij had toch ook kunnen leven zoals ik, weet je. We gewoon een beetje fun hebben. Ook in je studententijd. En niet zo'n vervelende moeder. Maar ik heb ook een vervelende moeder, weet je. Dat mag ik best ook wel zeggen. Maar aan de andere kant had jij ook zo kunnen leven als hem. Met gewoon altijd genoeg geld. En altijd genoeg... helemaal geen... Oké, je hoeft alleen maar af en toe een lintje door te knippen en dan... Heb jij je geld alweer verdiend? Oh ja, joh. Ja. Ik bedoel, waarom zou je daar medelijden mee hebben? Ik bedoel, er was toch nergens voor nodig? Ja, ik heb dat. Ik nou, laat ik. Oké, dat is dan weer hechting. Ja. Maar ik hecht eraan om een diepzinnig leven te leiden, rock bottom te gaan. Nee, oké, maar. Dat is een keuze die je hebt en dan staat je compleet vrij. Ja, nou en als ik dan kijk naar het oppervlakkige leven van, ja, gelukkig niet iedereen in mijn omgeving, want dan zou ik mezelf ophangen. Maar er zijn er gelukkig meer in mijn omgeving en die leiden ook een diepzinnig leven. En dat is gewoon mooi, we praten niet tegen elkaar. Maar dat is leven. En dat kan ik verantwoorden. Als ik zo dadelijk dood, als ik morgenochtend dood aangetroffen word, don't cry for me Argentina. Je hoeft je van mij hoef je geen ritueel te houden, hoor. Dan moet je daar dan toch weer Argentinië bij halen, hè? Dan hebben we het toch weer over Maxima. En het zielige lot van onze tandeloze, want hij heeft ook heel slecht gebit, hè, die Willem-Alexander. Is dat zo? Ja, dat is, tegenwoordig is het allemaal opgefripst. Het zou heel goed kunnen, maar volgens mij heeft hij buiten dat, heeft hij ook een goede tandarts. Ja. Ik kan een slecht gebit hebben en dan moet ik voor elke tand moet ik €100 betalen die er uitgaat of die er weer opnieuw ingaat. Maar hij kan gewoon gratis een kunstgebit krijgen. Sterker nog, hij krijgt gewoon implantaten. Ja. En ja. Nee, maar dus eigenlijk heeft hij het gewoon 1000 maal beter dan ik. In zekere zin. Nee, want ik kan dat niet zomaar voor elkaar krijgen. Ik kan niet zomaar gratis stiftanden krijgen, hij wel. Want hij moet er altijd goed uitzien. En daar kan ik op zich ook wel weer medelijden mee hebben. Ja, want jij hoeft er tenminste niet goed uit te zien. Nee, hij moet er goed uitzien. Precies, dat was het erg. Ik heb mijn moeder ook zoveel... Maar hij krijgt ook alle middelen om er goed uit te zien. Terwijl ik... Ja. Oké, maar nu is het... Hij zit geen dag zonder vrede. Hij zit geen dag zonder wat? Zonder vrede. Zonder eten bedoel je? Ja. Want nou, het koninklijk huis... En dan heeft hij het ook nog... goed ook nog. Want hij hoeft het zelf niet klaar te maken. Hij mag elke dag complimenten aan de chef maken. Dat doet hij helemaal niet. Dan moet jij eens voor elkaar kijken elke dag. Kun jij elke dag, laat ik zeggen, €15 betalen voor een maaltijd in een restaurant? Nee. En heb je dat nodig? Nee. Je hoeft niet eens €15 voor uit te geven, want hij kan gewoon gratis eten in het restaurant. En dan zeggen ze tegen hem, hey, meneer Willem-Alexander, het was ons een eer. Ja, kijk, het punt is... Ieder mens adapteert.
Dat betekent dat alles wat gisteren zo was en vandaag weer gebeurt, denk je, oh, het is gewoon zo. Je vindt het niet meer bijzonder. Dat klopt. Voor hem is het niet bijzonder. Dat is ook, normaal is, nee, maar wat voor hem normaal is, is het voor mij niet. En voor hem is het gewoon normaal. En dan kijk ik gewoon. En misschien is het ook wel echt een belediging dat ik het zeg dat ik medelijden heb. Laat ik zo zeggen, ik heb meer medelijden met Willem-Alexander dan met Emiel Ratelband. Emiel Ratelband lijkt me nog een beetje iemand die nog om zich heen mept of zo. En Willem-Alexander is echt als een. Willem-Alexander onze koning is en niet Emiel Ratelband. Ik wil helemaal geen koning. Jij bent een republikein. Jij bent een patriot. Ik heb de Bijbel gelezen. En daar staat het keurig in verteld dat de mensen geen koning hoeven. Op voorwaarde dat ze natuurlijk wel lezen waarom ze geen koning hoeven. Je moet wel snappen waarom je geen koning hoeft. Willen wel een koning. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan krijg je oorlog. Nou, precies. Maar daarom heb je ook een koning nodig, want als je geen koning hebt, kun je geen oorlog voeren. Oh, nee hoor. Nu wel, want nu heb je presidenten en nu hebben we andere staatshoofden. Mm-hmm. En die kunnen ook oorlog voeren. Maar in die tijd, als je geen koning had, kon je geen oorlog voeren. Ik zal je vertellen, in de I Ching, we dwalen af, maar dat mag, hè? Ja, absoluut. Dat ja, is goed. In de I Ching, daarin staat een mooi verhaal, een gedicht. Je mag zuig er maar een puntje aan. Over de oorlog. En daarin staat, het leger komt als water uit de grond. Dat betekent dat als een regio die een eenheid vormt, als die wordt aangevallen, dan verandert die instant aan en iedereen doet mee. Oké. En dat is onoverwinnelijk. En wie zijn daar de kampioenen van? Dat zijn mensen die snappen dat je respect moet hebben voor de I Ching. Nu mag jij. Nee, kom op. Wij dus moeten betalen. Betalen wij dat? Nee. Die grond, jawel, want hij had eigenlijk een budget gekregen. Want hij kon heel goedkoop, kon hij een villaatje scoren. Precies zoals het wijfje van hem zo graag wilde. Daar ergens een mooie eilandje of zo. Habbekratsen noemen de Joden dat. Over een heel ander hek. Nou, ik heb het niet het hek om paleis, weet ik wat. Nee, ik heb het over het hek van W.A. van Buren. Ik heb het over het hek in Griekenland. Ja, maar ik heb het dus. Ik zal even inzoomen. Huh? Het gaat mij. Nee, hier heb ik het. W.A. van Buren, hek in Griekenland. Het hek van W.A. van Buren in Griekenland. Het land daarvan. Huh? Want het land. Het hek heeft hij zelf betaald. Maar wij moesten als burgers nog even bijlappen. Want meneer had zich vergist in het aantal vierkante meters tuinomtrek. En dat hek had hij er niet bij gerekend. Ah, dus achteraf kwam hij gewoon met een declaratie van ik heb zoveel grond moeten kopen voor mijn hek. En dat ik een hek moet hebben komt door jullie. Ik dacht even dat je het had over het hek in Macedonië. Nee. En al die andere Balkanstaten die hun grens sluiten voor alles wat uit Griekenland komt. En wat Griekenland inkomt aan immigranten. Dus dan heb ik het even mis. Ja, maar het is ook heel goed dat je het mis hebt. Want de kwestie is verhipte ingewikkeld. Want waarom hebben wij betaald voor dat hek van Willem-Alexander? Zodat niemand zijn. Niemand mag daar eventjes komen kamperen of zo. Dat heeft hij liever niet. Dus er moet een groot hek omheen. En het ijzer betaalt hij dan. Het ijzer hadden we van tevoren. Dat zat bij de bouwprijs inbegrepen. Ik heb ook een beetje privacy. Oh. Ik heb toch ook geen hek? Als je op vakantie gaat, als je dat kunt betalen, ja, dan heb je eventueel ook wel een hotelkamer. Je zet een paar paaltjes neer en je bent aardig voor je Doberman-pincher. En je hebt er helemaal geen hek paaltjes. Nodig. Maar met een paar paaltjes heb je een hek. Ja. Maar dan hoeven wij dan niet voor dat land te betalen. Okay. Dat weet ik niet. Ik snap echt niet waarom wij alsnog moeten betalen
voor het land om dat hek van hem neer te zetten? Ik snap dat gewoon niet. Ik vind het gewoon uit de geldklopperij, laat ik het zo maar zeggen. Volgens mij is het gewoon een smoes. Ja, kijk, zolang hij het eigen fondsen betaalt, daar heb ik geen problemen mee. Ja, ook precies. Betaal ik die eigen fondsen met hem mee. Nou, punt 1. Hij heeft geen eigen fondsen, want alles wat hij krijgt iets van ongeveer 1 miljoen per jaar. Nou, van de Nederlandse staat. Ja, en heeft hij allemaal nog benefits, contracten met JP Morgan en Goldstein en Goldfine en Silberberg. En heeft hij ook nog overzees, via natuurlijk de Panama Papers, ook nog wat kapitaal waar wij het in Nederland helemaal niet over hebben. En in IJsland wordt de premier, de president wordt... die moet aftreden, of die gaat aftreden. Mm-hmm. Maar in Nederland, ja, dat is de koning. Dus hij mag dat doen. In Frankrijk is het ook zo. De president, die mag dat doen. In Engeland moest de premierminister daar verantwoording voor afleggen. In IJsland moet zelfs de president daar verantwoording voor afleggen. Maar in Nederland is het totaal niet. Ik ga nu even een lange ik ga een mat in 4 doen nou, hè. Mijn eerste vraag aan jou. Ja. 3 keer is scheepsrecht. Heeft die uitspraak grond? Dus ja, nee vraag. Nou, kijk, wat ik weet is dat de mensen die kapitaal bezitten vluchten met hun kapitaal. Dat leggen ze ergens anders neer, zodat ze dat niet aan de Nederlandse staat hoeft te betalen. Hardwerkende Nederlander gewoon belasting betaalt, maar dat hoeft Willem-Alexander niet te doen. Hoeft geen belasting te betalen. Ik heb hem. Hieruit maak ik op dat jij met mij eens bent dat 3 keer scheepsrecht is. Dat is nu 1 keer zo. He, daar kan je heel lang over twisten. Precies wat je ermee bedoelt? Nee, want het is een mat in 4. Dan heb je het Oude Testament, dat is van die oude meuken. En je hebt het Nieuwe Testament, maar ik heb het over het Oude Testament. Er staat een boek in, het heet Koningen. En daarin worden, jawel, 3 koningen besproken. Maar er worden er wel meer besproken? Als je de 3 belangrijkste, dat zijn Saul, David en Salomo. En heb je ook nog een beetje... Het belangrijkste is eigenlijk, hoe heet die ook alweer? Die zei van, in het begin was er het woord, en het woord was met God. Dat is Johannes 1 vers 1. Dat is koningen zoveel. Want hij zei nog iets anders. Wacht even, dat is ijdelheid bij ijdelheden, alles is ijdelheid. Ja. Dus ik ken de Bijbel, alleen wat hebben wij nou te maken met de Bijbel? Ja, precies. Wat doet consensus ertoe? Een consensus is op zich best wel goed. Kijk eens wat ik opgestaan. Als we het allemaal eens zijn met hetzelfde, dan hebben we consensus. Kijk eens naar het beeld. Ik zie het, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Hoe heet dat ook weer? Dit is John chapter 1. Ik heb dit ooit besproken met een paar Jehovah-getuigen. Mm-hmm. En toen zei ik op een gegeven moment van, ja, maar o ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Mm-hmm. En toen zeiden die Jehovah's, ja, maar dat accepteren we dus niet. Nou, Jehovah's getuigen, dat is hun kern. Laat ik zo zeggen, Jehovah's getuigen is een vorm van katholicisme. Nee, dat is niet waar. Dat is een vorm van protestantisme. Nee. Eigenlijk moet ik zeggen, deze tekst die je nu voor mijn neus zet, in het begin was er het woord. Daar kan ik niet van zeggen. En het woord was Jehovah. Nee,
was met puntje, puntje. Met Jehovah en daarna was het woord Jehovah. Ja, en ik dat was van, in het begin met Jehovah. We hebben het hier wel over ja, de... Maar voor mij is ook een religie out of the question. Ja, kijk, maar kijk, mij gaat het dus hierom. Dit is de King James Version uit 1611. En als je eens bijbelkritiek wil hebben... Kiezen voor Statenbijbel. Hè? Want eigenlijk is de Statenbijbel een betere vertaling dan deze vertaling. Maar dan nog... elke religie is onzin. In mijn ja, religie. Het is wel zo dat in het begin was het woord... En het woord was bij God. En het woord was God. Dat is gewoon weg zo. Dan kan je op je kop gaan staan. Dan kan je je duim in je reet stoppen. Maar dit is en, gewoon waar. De Hindoes zeggen het anders. Ja, het maakt niet uit. Het woord en het woord was om. Ja. Het is bullshit. Het is gewoon bullshit. Nee. Wat hier staat. Wat hier staat. Is dat alles begint met een gedachte, met een wil. Oké. Okay. Maar wat is een wil? Ja, iets wat zich uitdrukt en het moet goed zijn, het moet kloppen. Want ik kan ook wel zeggen... Jij gelooft dus in het principe van even je wil. Maar dan moet een wil zijn. Ik zeg, er bestaat geen vrije wil, maar er zijn een hoop keuzes. Ja... Dit doet en mij die denk... moet ik zelf maken. En die moet ik zelf maken. Die keuzes moet ik zelf maken. Maar of dat een vrije wil is... Omdat jij soms niet wilt daar kiezen. Daar ben ik niet van overtuigd. Ik zeg dat er dus uiteindelijk geen vrije wil is. Omdat je je voelt als een Jood in Auschwitz. Waar ik niet op zit te wachten. Uh-huh. Maar die ik wel moet maken... Precies, je mag dus in het negatieve geval, je mag kiezen of je gebeten wordt door de hond of de kat. Ja. En dat noemen ze dan vrije wil. De christenen die noemen dat vrije wil. Want ik mag zelf kiezen of ik door de hond of de kat gebeten word. Ja. En ik zeg van, ja, nee, mijn vrije wil is dat ik niet gebeten wil worden. Ja. Maar ik word of door de hond of de kat gebeten ja. En dan mag ik daartussen kiezen. Ik snap waar je naartoe gaat. En ik bedoel, dat geldt ook voor democratie. Maar, ja, maar aan de andere kant... Het is geen vrije wil, er zijn alleen maar keuzes. Aan de andere kant, mijn beste vriend... zo slecht sta jij er niet voor in het grote schaakspel. Nee. En is dat allemaal je eigen schuld? Daar kan ik niks over zeggen. Ik kan zeggen van... Ja, het is allemaal mijn eigen schuld. Mea culpa... Nee, ik doe nee. Ik heb er helemaal niks mee te maken. Want het is niet mijn vrije wil die dat bepaalt. Het is de keuzes die ik voorgelegd krijg. En daar moet ik tussen kiezen. Heel goed gezegd hoor. Goed. Dit gaat goed. Zullen we gewoon terug naar de... De hostshows? Ja, goed idee. En dan, we hebben het dus al gehad over dat hek in Griekenland. En het andere hek van die vluchtelingen buiten houden. Nee, dat hebben we gehad. Als we het daar verder niet over hebben. Nee, want ik heb nog een heel leuk ding. Aflaten. En als jij nou voor de luisteraars even gaat beginnen te uit te leggen wat aflaten inhoudt. Dan race ik eventjes naar de koelkast. Is iets wat je bij de kerk... Ja, maar begin nog niet vast, want ik ga nu een biertje halen. Ondanks al je zonden, in de hemel kunt komen. Ja, goed zo. En meer? Ja, dat is gewoon een aflaat. Je mag ondanks al je zonden, als je maar genoeg geld aan de kerk geeft, ja. Mag je gewoon de hemel in. Nog een keer. Daar moet jij zelfs over lachen. Dat is toch ook heel grappig. Dat mensen denken. Dan gaan ze gewoon die briefjes. Die mensen zelf geprint hebben. Zijn hun eigen printjes.
En dan geven ze die printjes terug aan die mensen die die printjes gemaakt hebben. Die boterbriefjes. En dan denken ze dat ze daarmee in de hemel komen. Zeg. Nou ja, het is net zoiets als dat de moslims zeggen dat als jij jezelf opblaast. Ja. En dat je dan in de hemel komt. En dan kun je zelfs nog een plastic sleuteltje krijgen. In sommige gevallen. Zodat je zeker weet dat je de hemel in komt. Mm-hmm. Maar als je jezelf opblaast en je bent een martelaar, dan kom je in de hemel. Dat is toch absolute bullshit. Ja, behalve natuurlijk dat het dus op een andere manier gedacht. Okay, is het wel weer goed omdat je jezelf echt laat gelden. Politiek gezien kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Ja, net zo goed als bij de uitspraak. Het socialistische principe, dan ben je een martelaar van het socialisme. Ja, natuurlijk. Bullshit dus. Nou, dat echt. Bob Marley was ook een martelaar. Hey, Bob, je mag niet blij zijn. Die heeft 65 kinderen. Ik heb zelf een van zijn, iemand die dus beweerde een kind van hem te zijn, heb ik gewoon persoonlijk ontmoet. En die werd boos op mij, want ik zei toen nog iets fouts over Bob Marley. Maar ik zal nooit meer iets fouts over Bob Marley zeggen. Oh, ik kan een heleboel foute dingen zeggen over Bob Marley. Dat maakt mij helemaal niet uit, want Bob Marley is voor mij totaal niet interessant. Voor mij persoonlijk. Ik vind hem een fantastische muzikus. Ik vind hem fantastische teksten die hij gezegd heeft. Maar buiten dat, nou, heeft hij voor mij geen enkele impact op mijn leven. Behalve dat jij omringd bent met mensen zoals Mo en Doc, om het beestje maar bij zijn naamje te noemen. En die stralen, die genieten daar intens van. Oh, en die mensen laden zich op met die warmte. Dat snap ik. En die warmte voel jij dan ook weer. Maar ik ook die mensen heb ik zoiets van, ja. Als jullie dat... Kijk, als Bob Marley een soort Jezus wordt, dan klopt er iets niet. Nee, want Jezus did not fuck around. Nee, maar goed. Ik heb je al eerder gezegd van, ik geloof niet in Jezus. Ik weet niet eens of die bestaan heeft. Van Bob Marley weet ik tenminste wel dat die bestaan heeft. Mm-hmm. Dat kan ik tenminste zeggen. Mm-hmm. Maar, en buiten dat, ja, heeft hij nou echt iets veranderd aan de wereld? Met Jezus of Bob Marley? Nee, denk ik niet. Nee, maar wie waren de vragen over? Had Jezus iets aan de wereld moeten veranderen of Bob Marley? Marley. Nou, de wereld zou moeten veranderen en Bob Marley mag gewoon zichzelf blijven. Ja. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Wat ik vond... Zullen we het hebben over mannen met deze vrouwen? Ja, precies, want ik heb ergens een cirkeltje gemaakt. Een contra-reformatie, geloof ik. Ja. Contra-reformatie. Ja, en weet jij het jaartal waarin dat begonnen is? Nou, dat is begonnen toen de reformatie begon. Ja, en de reformatie... En wel precies niet. Nee. Toen mensen begonnen... Te protesteren, ja. Zich te reformeren, zeg maar, protestant werden, kwam er ook zoiets als de contra-reformatie. Ja, dat heeft 30 jaar geduurd. En het was een poging van de kerk om die mensen die protesteerden tegen hoe de kerk zich gedroeg, om die weer terug te krijgen in de kerk. Maar in plaats van dat ze dus een sympathie, hoe noem je dat tegenwoordig, een sympathie, offensief of zo, liefdadigheidsoffensief. Ja. Welkom, deden ze dus precies het tegenovergestelde. Zei van, jullie zijn afvalligen, wij gaan jullie kastijden en doden en
Ja. Dus dat, ja, dus het onderzet van de katholieke kerk, die contra-reformatie, wat hadden ze anders moeten doen? Ze hadden beter een wat sympathiekere van, jullie zijn welkom bij ons, jullie kunnen met ons mee. Mm-hmm. Ja, maar nee, dat doen ze niet. Wij gaan daar hard tegenin. Wat ze ook hadden kunnen doen, is dat ze van die 95 stellingen van Maarten Luther in 1517 in Wittenberg, ze hadden gewoon aan de tafel kunnen gaan zitten en zeggen oké, okay, we stoppen met aflaten en sorry daarvoor en al dat geld teruggeven. Want dat mag natuurlijk niet, hè? Je mag geen geld verdienen aan criminelen. Jawel, maar de kerk wel. Ja, dat mag van de Heer niet. Want van de Heer mag het ook. Want je mag van de Heer zo crimineel zijn als je wil, als je maar in hem gelooft. Nou, niet de Heer zoals ik hem ken. Ja. En dan moet je hem echt... Maar dan moet je misschien de Bijbel nog maar eens lezen. Want in de Bijbel staat gewoon heel duidelijk, alle zonden worden vergeven, behalve eentje. En dat is dat je niet in hem gelooft. Ja, dat klopt. Dat klopt. Bijbel de Bijbel is bij uitstek een boek wat je ook echt achterstevoren een keer moet lezen. Dat kunnen we doen. Nou, ik heet of jullie maar we gaan nu naar puntje 5. Maar Mohammed en zijn eerste vrouw was 20 jaar ouder dan hij zelf. Precies. Is zijn Mohammed... Zijn meest geliefde vrouw was 6 jaar oud toen hij met haar trouwde. En hij zelf was 52. Hij is zo oud als ik nu ben. Ja, dat was dus 30 jaar. Nee, maar toen Mohammed in zijn 20 was. 6 jaar oud toen hij met haar trouwde. Ja, maar toen Mohammed 20 was. En op haar 9e heeft hij haar, geopend. Laat ik het dan zo zeggen. Heel, heel ruim. Hij heeft haar op haar 9e geopend. Ja, dat is vast, dat vind ik dan toch nog veel te jong, eerlijk gezegd. Amon. Ja, precies, maar hoe heet dan die vrouw? Want Mohammed, die was een veelwijver, hè? Ja, maar hoe heette de eerste vrouw van Adam ook alweer? Daar kan je het over hebben, dat zijn er twee, hè? Ah ja, je hebt er twee. Je hebt Eva, maar dat was mijn tweede vrouw. Precies, en die eerste die heeft... Je is een dochter. En die eerste die heeft ook een rol gekregen in Cheers. Die Amerikaanse tv-serie. Lilith heet ze. Maar hij eet goed. Mohammed. Wat je zegt, dat zijn eerste vrouw 40 jaar oud was. Dus het is eigenlijk hetzelfde als zeggen dat Lilith was ook... Een zelfbewuste vrouw. En daarna werd Eva zijn dochter. Want je kunt wel zeggen van, waar haal je dat vandaan dat het zijn dochter was? Ja, van Lilith. Maar wat ik vandaan haal, is uit het verhaal. Want het was een rib uit zijn lijf. Ja. Oftewel, het was een lid van zijn familie. Dus waarschijnlijk zijn dochter. Ja. Maar goed... Kan ik niet bewijzen. Nee. Ja. Maar zo zitten religies in elkaar. En zeker die religies uit die tijd, uit het bronstijdperk. Aha. Ja, die waren zo. En toen hadden ze nog hele andere wereldbeelden dan wat wij nu hebben. Ik betwijfel dat in hoge mate. Ik geloof daadwerkelijk dat er dus mensen onder ons zijn, groepen, en die hebben kennis van bepaalde natuurkundige en zelfs wiskundige fenomenen. Ja, in onze tijd wel. Al heel lang. Ja. Het periodiek systeem der elementen. Even iets heel simpel. 3000 jaar voor Christus hadden ze dat niet.
Ja, je kan. Toen dachten ze nog dat de aarde plat was. En. Nee, maar ik ga eventjes opzoeken, kijken of jij mee kan kijken. Dan gaan we nu kijken. Google First, Mohammed. First wife. Dus dat doet hij niet hoor. Ja, dat gaat erom hoe ze heten. Nee, dat hij is een oude lul en een jong wijf. En die jong meisje heeft gestoken. En dat hij dus eigenlijk pedofiel is. Volgens de moderne zienswijze. Even kijken hoor. Kadia. Is al mijn eerste. Kijk, 15 jaar. Nee, maar. Hij was 5 en nee. Kijk, is de eerste vrouw, hè? Mohammed was. Liefde. Kan je het lezen? Nee, Kadia is net zoals Lilith. Lilith was de eerste vrouw van Adam. Dat was niet zijn liefje. Zijn liefje was Eva. Net zoals voor Mohammed zijn liefje niet Kadia is. Maar zijn liefje was Aisha. Ja. Ja, was een meisje van 6 jaar toen hij haar trouwde. En op haar 9e heeft hij haar geopend. Heet dat. Ja, ofwel dat heeft hij met op. Toen ze 9 jaar oud was, heeft hij met haar geneukt. Laten we daar niet al te veel over hebben. Maar waar mij even op ging. Je bent momenteel in beeld, hè? Ah, nee, maar je kunt me ook vertellen. Je kan jezelf toch ook zien, trouwens? Ja, ik kan ook zeggen, ja, nee, mijn eerste vrouw, die was 10 jaar ouder dan ik. Maar toen kwam ik een meisje tegen van 10 jaar oud, maar die heeft geneukt. Ja. Dat is mijn liefje. Ja. Dus dan ben ik een pedofiel. Het gaat er niet om welke vrouw ik eerder gehad heb. Het gaat er uiteindelijk om, heb ik een meisje die minderjarig is geneukt? Ja, dat heeft Mohammed gedaan. Hij is een pedofiel. Punt. Geen geloof wel. Ja. En de islam, de Mohammedanen nemen Mohammed als een voorbeeld. Dus zij neuken kinderen. Omdat Mohammed dat gezegd heeft, dat is goed. Ja, het is echt verschrikkelijk. Yes. En ik weet dat jij heel erg tegen pedofilie bent. En je weet daar ook heel erg tegen zijn. Ja, en het is vooral pederasterie. Pederasterie. Hier komen we over Joris Denning en. Ja, nu hebben we het laatste puntje. Ze zijn met twee dingen. Aan de ene kant wil jij Mohammed goed praten. Nee, waar het mij om ging. Weet ik dat jij pedofilie kijk je door de stemming en nog meer van nee, de. Ik zal het even aanvullen, maar Mohammed en vraagtekentje. Daar hadden ze moeten staan, katholieke kutkerk. Ja, nee, maar dat is hetzelfde verhaal. Dat is gewoon. Dat is hetzelfde verhaal. Er is geen verschil tussen Mohammed. Dat is precies wat ik tegen religie heb. Exact. He, want de religie, die vergoedzakt dat. Ja. Want het is op zich niet zo erg dat jongetjes in een klooster worden verkracht. Nee, want daar leren ze wat van. Een beetje ruimte denken vanuit een anus. Snap je wat ik bedoel? Van, het wordt. Het is goed. Want God heeft dat zo bepaald. Nou, dan heeft God het even stijven. Als hij dat bepaald heeft. En hij heeft wel een stijven. Als het om jonge meisjes gaat. Oké, maar dan is het nu even over pedofilie. Want we hebben net gehad over geratofilie in het kader van Mohammed. Maar nu over pedofilie met pederasterie. Ja, heeft Joris Demmink volgens jou stoute dingen gedaan? Met kleine jongetjes? Ik ken Joris Demmink niet goed genoeg dat ik elke dag zijn leven kan zien.
precies. Maar hij heeft niks anders gedaan dan wat onze priesters ook gedaan zouden hebben. Bizar, hè? Ja. En durf jij nog een christen te zijn? Ja, natuurlijk. Nou ja, oké. Dat heeft nou, kijk, het christendom heeft niks te maken met het mitraïsme. Het mitraïsme is een heel ander verhaal. En nou begin jij ook al te ontwijken. Het feit is... Sorry, squeeze me? Nee, maar het feit is dat deze meneer heeft pedofiele handelingen verricht. Net zoals katholieke priesters hebben pedofiele handelingen verricht. Ja. En dat allemaal onder de vlag van, nou, de katholieke kerk vindt het goed. Ja, kijk, en de katholieke kerk, dat is gewoon het mitraïsme overgoten met een beetje elementen van Jezus erin, maar niet te veel, want anders krijgen mensen in de gaten. Heel goed, ken ik tientallen dominees die precies hetzelfde gedaan hebben. En die zijn niet katholiek, die zijn protestant, maar die hebben ook kleine meisjes of kleine jongetjes misbruikt. Vertel me niks. Iedereen die een machtspositie heeft, misbruikt die positie. Dat zou ik ook doen. Ja, er zijn een hele hoop. Je hebt het Tweede Vaticaanse Concilie gehad. In 63. Ja. En toen dat is het. Dat was 23, dat heet hij toch? Ja? Maar dat was de man van het Tweede Vaticaanse Concilie. Wie was de man? Nee, maar zelfs daarin is in die pedofilie niks veranderd. Toen? En ik moet ook zeggen van, ook als ik mijn eigen jeugdfoto's bekijk, heb ik ook gewoon net over de strand gelopen. Er zijn foto's van gemaakt. Die zou tegenwoordig als pedofilie neergezet worden. Ja. Precies. Kun je dat voorstellen, dat misbruik, dat is niet door één vorm van de religie. Dat is gewoon een religie. Alle religies zijn daardoor doorwrongen. En daarom heb ik dus ook een absolute hekel aan religie. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Ze hebben ze zijn niet mijn baas. Ze kunnen mij niet in mijn kont maken. Ja. Dat ze mijn baas zijn. Snap je dat? Ik kan het alleen maar met je eens zijn. Waarom? En daarom heb ik een hekel aan religie. Religie is iets wat we zouden moeten uitbannen. Maar goed, iedereen heeft zijn recht op zijn eigen geloof. En daarom kan ik hem niet uitbannen. Ja. Ik vind wel dat Mein Kampf van Adolf Hitler, ik vind het echt dat zo slecht geschreven. Het is een moeilijk te lezen boek. Echt, daar moet je niet aan beginnen. Want het doet pijn, niet aan je ogen, maar de eerste hersencellen die beginnen te decrypteren wat er staat. Je krijgt er een hoofdpijn van. Nou ja, het is maar net wat je wil. Maar ook Hitler. Ik denk dat klein Adolfje ook misbruikt is. Waarschijnlijk wel, ja. Erg, hè? Ja, nou, daar kan ik verder ook niks over zeggen. Oh ja, maar punt 7, Europa. Nee, we slaan iets van 6 over. We hebben het over gehad. Stel nou dat er iemand naar ons luistert en die krijgt een bekeuring van een agent, hè?
Dan kan die zich beroepen op het Joris Demmink-arrest. En dan moet de persoon zeggen, ik rij graag een beetje door en kijk niet altijd hoe hard het gaat. Okay. En dan beroep je gewoon op Joris Demmink. Want die kwam er ook naar weg. En oké, dat was het volgende. Hoe moet ik dat zien? Ik ben vaak bijrijder en nooit chauffeur. En als bijrijder rijd ik mee met andere mensen die chauffeur zijn. Nou, je kan ook zeggen, ik haal graag snel boodschappen. En loop niet altijd langs de cashière. Of kijk niet altijd. Dat is een ander verhaal, want dat gaat over winkeldiefstal. Dat weet ik het helemaal niet over. Ja, maar in principe moet je het hele Joris Demmink-arrest gewoon uitmelken. Dus een soort vrijkaartje voor ons allemaal. Want op basis van dit arrest is die man vrijgesproken. Arrest geldt voor alle katholieke priesters. Dan is het waar. Voordat we over het hoopvolle gaan beginnen. Maar ik ben het er niet mee eens dat iemand daar doorheen komt. Want iemand is natuurlijk een goede chauffeur en ik ben maar slechts een bijrijder. Als er een ongeluk is. Mm-hmm. En ik heb tegen mijn chauffeur gezegd van nou, je moet doorrijden. En hij doet het. Daarmee veroorzaakt die een ongeluk. Wie heeft het ongeluk veroorzaakt? Ben ik dat geweest? Met mijn commentaar? Of omdat die namelijk. Of is het die chauffeur die gewoon doorgereden is? Ah, is goed. Dat is een dilemma. Dat is een dilemma. Ja, dan word jij dus bewust van de mind control die jij uitoefent op andere mensen. Nee, in jouw fabel dan, hè? In jouw mythe. Jij zegt tegen die chauffeur. Maar dan zit jij dus de mind van die chauffeur te controleren. Ja. Nee, maar daar heb je gelijk in. Ja. En dat zou ik dus niet moeten doen. En over het algemeen doe ik dat ook niet, gelukkig. Maar het is wel zo dat iedereen. Dat is ook zo mooi van. Ja, maar ik heb het liever niet. En persoonlijk, eerlijk gezegd. Een heleboel mensen zeggen van ja. Want ik geloof in Christus, dus ik ben niet schuldig. Nee, bullshit. Als je in Christus gelooft, ben je net zo goed schuldig als iedereen. Dat is niet waar. Nou, wel niet gelooft of niet? Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, er zijn gewoon mensen die lopen hier gewoon schuld op te lopen. Gaat allemaal straks afbetaald worden. En wij zitten hier op een houtje te bijten. Hoe zit wat je nou zegt? Ach, flikker toch op man. Als je alle feiten van het heelal bij me. Allemaal, nee, we zijn allemaal even schuldig aan alle misdaden op deze wereld. Net zo goed als ik. Ik als atheïst en jij als christen, we zijn allemaal net zo goed schuldig. Want wij hebben het allemaal bij het verkeerde eind. Kijk. Het punt is, er zijn gewoon twee soorten mensen. Er zijn mensen die denken dat ze gewoon het weten. Ja? En je hebt van die lapswansen zoals ik. Ik weet het dus niet. Maar jij bent niet een christen, jij bent een agnost. Ik heb mijn thuis gevonden in het christendom. Met een nadruk op dom. Ja. Je mag me ook christenhond noemen. Ik,
dat jij het nadringt. Ik weet niet eens blij. Ik weet niet eens zeker of de christenen wel blij zijn dat ik me christen noem. Ja, ik vind het wel gaaf. Het leuke van het christendom vind ik, het is een lekker kort. Ja. Je had vroeger de Enkhuizer Almanak, dat was ook zo'n klein boekje. Ja, dat ken ik. Maar dat is best wel een dik boekje hoor. Maar het komt uit Enkhuizen. Ja. Trouwens, dat is niet waar, het komt niet uit Enkhuizen. Ik ken het ook. Dat kunnen we opschrijven voor de volgende show. Het wordt namelijk niet in Enkhuizen gedrukt. Het wordt ergens anders gedrukt. Kijk, Marco, let even op. Ik ga even de aandacht voor de luisteraars verplaatsen. En ik ga nu inzoomen. Naar Europa. Ja, want dat is nummer 7. Wat moeten we met Europa? Weet je hoe Claudia Europa noemde? Claudia, hoe je Claudia noemt? Claudia komt uit, wat zij noemt. Ja, Bosnië toch? Hoe noemt zij dat ook weer? Nee, want zij is absoluut tegen de opdeling, tegen in. Het zijn mensen uit Servië, het zijn mensen uit, al dat soort republiekjes. Uh-huh. Want zij komt nog uit het oude, hoe heet het ook alweer? Macedonië. Nee, geen Macedonië. Nee, ze komt nog uit een oudere republiek. Toen het nog geen lid was van de NAVO en nog geen lid was van... Haar familie, haar vader is Servisch. En er was ook echt een officier in het leger. En haar moeder was Italiaans. Want dat is ook nog wel heel mooi. En ze kwam uit een land dat heet, en dat staat niet meer. En ze woonde in Tuzla, ze is opgegroeid in Tuzla. Ja, maar hoe heette dat land ook weer? Joegoslavië. Ja. En zij zegt de hele tijd... voormalig Joegoslavia. Zij heeft zo'n mooi accent, hè? Ik vind het ook een hele mooie vrouw. Dat is standaard. En zij noemde Europa een oude vrouw. Nee, en ik moet ook zeggen, ik zie haar graag in de keuken. De Joegoslavische keuken. Mm-hmm. Precies, want, want als ik even naar boven mag scrollen, om het interessant te houden voor de luisteraars. Want in de voorbereiding ben ik zien naar boven gegaan, dan komen we terug op hier. Een verlichting. Oh, verlichting. Ja, daar moeten we iets van doen. Want dat is in Europa het allerbelangrijkste. Dat hebben wij gedaan. Nou, de verlichting. Ja. Dat hebben we dan tenminste in Europa. De verlichting is van ons. Ja, dat is typisch iets Europees, West-Europees eigenlijk. Uh-huh. En er zijn mensen zoals Newton, die zijn daar heel erg mee bezig geweest. Newton was een flapdrol. Ja, maar hij was wel een held van de verlichting. Newton was een, nou, in mijn idee, Newton heeft... In mijn idee... was hij gewoon een lichttechnicus. En wat hij deed, was gewoon een verlichting. Hij zat een beetje te... Hij heeft ongeveer een hele dekenkist vol met alchemistische bullcrap opgeschreven. En in de tussentijd ook nog de Principia Mathematica. Nee, Marco, dat geloof ik niet. Meneer Newton, dat was gewoon een of andere rijke Jood of Jodenvriend of pre-Illuminati of zo. Zou je zeggen dat Newton een Jood was? Dat weet ik, ja. Die heeft toch helemaal niks gedaan. Die man zat een beetje de rijke pief uit te hangen. En een beetje te spelen met chemicaliën en hij had een grote bek. En dat hebben ze in principe, ja, Mathematica is in elkaar geplant. Ik zou zeggen dat Newton geen Jood was. Maar ik zeg je dat Einstein wel een Jood was. Dat is net zo'n flapdrol. Nee,
En begin alsjeblieft niet over Darwin. Oh, maar dat was ook geen Jood. Nee. Dus vertel me niks. Einstein was een Jood. Ja. En voor de rest? Newton was geen Jood. En Darwin was ook geen Jood. Ik heb hier een... Want de verlichting, als je het hebt over Europa, hè? Maar er heeft ook echt een verlichting plaatsgevonden in Rusland. Oh, dat is ook Russen die hebben behoorlijk mee getetterd. Dat de Russen de eerste mensen ruimte ingestuurd hebben. Want dat is wel iets van afdommen. Dat hebben die Russen gedaan, hè? De eerste mensen de ruimte ingestuurd. Hadden de Joden niet voor elkaar gekregen. Ook Einstein niet. Wat hebben de Joden eigenlijk wel voor elkaar gekregen? Behalve kutporno. Maar aan de andere kant is het wel zo dat zonder de verlichting van Newton, Einstein, zouden de Russen nooit een mens de ruimte ingestuurd kunnen hebben. Nee, nee. En er zou ook geen man op de maan geland zijn. De verlichting. Ik weet dat er natuurlijk mensen zijn. Die zeggen dat er nooit een mens op de maan geland is. Maar ja. De verlichting, hè, van Europa. Het protestantisme. Hè, dat is best een vette beweging geweest. Het was echt een volksbeweging. Hè. En dat was de verlichting. Van, we hoeven helemaal geen geld te geven aan die katholieke kutkerk. Daar kwam het bottomline op neer. En sterker nog. De wetenschap. Staat boven. Dat is wat de verlichting eigenlijk heeft gezegd. Want, en wat Kant heeft gezegd, is dat het weten ruimte moet maken voor het geloven. Maar als Kant dat gezegd heeft, dan ja, dan kan ik me dat wel wat voorstellen. Kant kan er moeilijk wat tegen zeggen, want die heeft allerlei dingen eigenlijk heel relativistisch gezien. Ja, hij was onder het... Tijd überhaupt een begrip werd. Want hij wist al dat van, ja... Hij wist van het grote conflict. Ik wil wel zeggen dat blauw-blauw is. Maar Kant zegt van, ja, blauw is maar een keuze die je maakt. Want het bestaat niet echt. Net zo min als groen en geel. Want het bestaat niet echt. Over de alles wat er is, er is maar één ding dat er is. En dat veroorzaakt een verschijning. Zelfs dat is er niet, zei Kant. Die verschijning is die hoe die aan ons verschijnt. Dus als jij met een houten plank van de juffrouw op je blote billen krijgt, ten overstaan van de klas, dan verschijnt dat zo aan jou. Ja. En wat er werkelijk aan de hand is op dat moment, ja, dat weet je natuurlijk niet. Nee, maar in feite is het, als jij met een plank op jouw billen krijgt van jouw juffrouw, dan is het feitelijk zo, volgens Kant volgens mij, dat jij eigenlijk de juffrouw met een houten plank op de kont slaat. Ja, kijk, op dat terrein gaat Kant de mist in. Dus op het ethische terrein gaat hij fout. De ethiek van Kant is in principe niet te harde. Heeft een man. Kijk, het punt is gewoon dat jij nog steeds blijft. Ja, hoe noem je dat? Je blijft geloven dat Christus bestaat. En ik zeg: nee, jongen, hij bestaat niet. Het is afgelopen met die gast. Hij bestaat niet. Ik zeg jou. Olifanten verlicht zijn. Misschien. Zijn
ja, ik ben sprakeloos. En ik weet wat verlichting is. Het wat is dan? een kwestie van een knop aanzetten of uitzetten. Dan gaat het licht aan of het licht uit. Nou, dat klinkt op zich goed, hè? Dat je een beetje controle hebt. Dat je niet het slaafje bent, niet onder het juk gaat van je omgeving. En bovendien, wat is licht voor een blinde? Voor een blinde betekent licht helemaal niks. Want voor hem is alles even donker, even licht. Maar misschien denkt hij dat het geluid licht is. Dat hij dan wat hoort. En dat is iets anders dan wanneer hij niks hoort. Ja. Moet wel. Ik denk wel dat als je gewoon geen ogen, als die oogzenuwen niet werken, dat dan je hersenen zich wel op iets anders gaan concentreren. Maar het feit is dus gewoon dat wat jij waarneemt, is afhankelijk van jouw eigen zintuigen. Ja. Als andere mensen andere zintuigen hebben, neem je andere dingen waar. Ja, en daar kan ik gelijk aan toevoegen wat Kant zei. Alle kennis begint met ervaring. Ja, en toch is ervaring niet eens belangrijk. Vertel meer. Want ook Kant zei dat wat je ook waarneemt, er is illusie. Erscheinung. Erscheinung, ja, precies. De start had hier wel. En dat eigenlijke ding. Niet Erscheinung, maar bestand. Nee, ik denk Erscheinung. Had het over das. Ik denk gestalt. Had het gewoon een. Nee, maar op de gestalt zijn andere filosofen verder gegaan, zoals Nietzsche. Dan ga je voorbij een Schopenhauer. Ik ga voorbij een Schopenhauer. Ja. Dat is nergens voor nodig. Ik begin meteen met Nietzsche. Zelfs verwarrend. Ja, maar dat is verwarrend. Nee, Nietzsche heeft ook Schopenhauer overgeslagen. Nietzsche heeft Schopenhauer afgemaakt, afgesabeld. Zoals Schopenhauer Kant heeft afgesabeld. Maar je moet eerst weten waarom. Nee, maar dan komt Nietzsche dus weer met Kant. Hè? Dan komt Nietzsche dus weer met Kant. En Schopenhauer vooral, want Nietzsche borduurde voort op wat Schopenhauer had gezegd. Hij borduurde vooral voort op wat Kant heeft gezegd. Maar goed. Natuurlijk ook, want wat Kant heeft gezegd, zijn theorieën over taal, dus je hebt analytische zinnen en de rest. Maar nu hebben we het nog steeds over de verlichting dus, hè? Absoluut, ja. Dat is de verlichting. Hey, dat we even de 17e eeuw niet vergeten. En we zitten nu in de 21e eeuw, dus ja. En hoe lang duurt een proces? Want dat protestantisme, dat is begonnen in het begin van de 14e eeuw. Met Tyndale en Wycliffe. Hadden we zo sprake, Zarathustra. Ja. Heel dat muziekstuk? Dat ken ik, dat boekje heb ik niet meer in mijn bezit, maar ik heb het wel gelezen. Zarathustra, wie is dat dan? Dat is, die is veel ouder dan Kant en die is veel ouder dan al die mensen waar we het over hebben, al die filosofen. Dat is de. Wat zei Zarathustra? Wat zei hij? Nou, ik heb dat werk gelezen. Het is verhipt en ingewikkeld. Ja, ik ken alleen maar een muziekstuk hoor. Ik heb het werk gelezen. Alsof er een zon opkomt. In één keer openbaard wordt. Ik zou even vertellen wat een hele mooie passage is. Dat is Richard Strauss, hè, die dat geschreven heeft. Ja. Strauss en Nietzsche. Sprach Zarathustra. Niet Johann
ik zal even vertellen, uit dat boek zit een hele mooie, in dat boek staat een hele mooie passage over wie de Übermensch is, hè? Ja, maar de Übermensch, daar willen we het niet meer over hebben, want dat is misbruikt door de nazi's. En Übermenschen bestaan niet. We hebben het over de verlichting, hè? En de nazi's, nee, we hebben het gehad. Nee, maar de Übermensch bestaan dus niet. Nee, maar jij begint over nazi's, daar heb ik het niet over. Nee, ik zeg gewoon van als jij begint daarover, want jij begon er eigenlijk over. Ik zeg alleen van ja, maar dat zijn de nazi's. Übermenschen, ja. Jij begon met de Übermenschen. Ja. En ik zeg van Übermenschen bestaan niet. Oké, maar nu het verhaal van Nietzsche. Dan hadden de nazi's het over, dan wil ik het helemaal niet over hebben. Nou, en nu het verhaal van Nietzsche. Hoe zit het in elkaar? In Als we spraken Zarathustra beschrijft hij, er is een ravijn en er is een touwbrug gemaakt. En iemand die is op die touwbrug gegaan, maar die heeft hoogtevrees. Ja? En die gaat heel langzaam. En iemand erachter, die wil maar alleen... Maar even een hele simpele vraag. Ja. Als iemand over een touwbrug gaat, heeft hoogtevrees. En iemand anders gaat over diezelfde touwbrug en die heeft geen hoogtevrees. Uh-huh. Is dan degene die geen hoogtevrees heeft een Übermensch? Uh-huh. Nee, ik denk het van niet. Dat is een goeie. Want ik denk namelijk dat Übermenschen helemaal niet bestaan. Net zo min als dat een Untermenschen zou bestaan. Ik denk dat de mensen zijn... Alle mensen... Of ze nou bang zijn voor hoogte of niet, ze bestaan. Ik denk dat er mensen zijn... Er zijn geen nieuwe mensen en er bestaan geen nieuwe mensen. Ik denk dat... Onzin. Ik denk dat er mensen zijn... En... Er zijn mensen die denken dat er nieuwe mensen bestaan. Dat geloof ik. Nou... Dit wordt allemaal opgenomen, Marco. Men hoort... Ja, duidelijk, dat is duidelijk. Men hoort dat als ik maar één syllabel... Ik denk dat er geen nieuwe mensen bestaan. Als ik maar één syllabel uit, ga je gelijk tegen me in. Ja. Wat ik denk, is dat er mensen zijn, en die hebben hun karma zo verfuckt, dat krijg je niet meer goed. Maar dan heb je het over karma. Karma komt uit het hindoeïsme. En dat betekent... Vorm. Oorzaak en gevolg. Een leven. Dat als je in dit leven... goed leven leidt, ja, dan komt het in je volgende leven ook wel goed. En als je in dit leven een slecht leven leidt, gaat het in het volgende leven ook verkeerd. Uh-huh. Ja. Maar dat is de wet van oorzaak en gevolg. Dat heeft niks te maken met of ik beter ben dan andere mensen of wat dan ook. Het is gewoon de dingen die ik doe, mm-hmm. En daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid. En dat ik daarbij en passant... En als ik dat nu niet meteen doe, dan komt dat later wel achter mij aan. En dat klopt ook wel. Maar dat heeft meer te maken met causaliteit dan met religie. Ja, maar precies. Het is gewoon causaliteit. Je hebt helemaal gelijk. Kijk, de wet van oorzaak en gevolg, dat is een wet, daar kan je alleen maar in geloven. Nee. Wel. Dat is causaliteit. En dat causaliteit gaat heel diep. Gaat echt heel diep, gaat tot de diepste kern van de materie. Ja, inderdaad. Tijd, alles is causaliteit. Alles is een kwestie van oorzaak en gevolg. Dat kan je niet... En als je kijkt naar de oerknal... Ja, hey, welke oerknal? Oorzaak en gevolg. En voor de rest, alles in het universum is oorzaak en gevolg. Dat kan je alleen maar geloven. Nee? Dat kan je niet experimenteel vaststellen. Oh nee... Dat kun je dus sinds Heisenberg wetenschappelijk vaststellen. Sinds Heisenberg? Heisenberg. Met dat lullige bewijsje van hem? Die persoon is. Die lullo.
die alles beloofde en niet leverde. En oh, wat een tv-aandacht kreeg hij, zeg. Nou, maar niet deliveren, hè. Alles beloven, maar... Nee, maar Heisenberg belooft niks. Die zegt gewoon van... Hij beloofde dat hij eventjes zou gaan bewijzen dat alles gebaseerd was op kwantummechanica, of hoe noemde hij dat? Een toevalligheidsbeginsel. De man is nog niet eens... Nee, Heisenberg heeft gezegd dat als je iets meet, is het feit dat je iets meet, verandert de parameters. Juist doordat je het meet. Dus alles zit anders in elkaar dan dat je meet. Dat heeft Heisenberg gezegd. Nou, ik ben maar dat. Natuurlijk is dat waar. Maar wat heb je eraan? Hij heeft het bewezen. Maar wat heb je eraan? Hij heeft bewezen dat als je iets meet, dat je de parameters verandert. En daardoor dus de meting die je maakt altijd onjuist is. Ja. Door het te meten. Goed. Niet zo meten zou het kloppen. Omdat je het meet. We hebben het er vandaag nog over gehad. In het voorbereidende gesprek. Dat je zei van. Nu praten we veel ontspannender. Ontspannender. Dan als we live zijn. Ik praat sowieso heel erg ontspannen. Ja, kijk. Snap je? Maar heb je dus vandaag gezegd. Je was je daar bewust van. Dat je... Ik ben vrij van elk vooroordeel. Ik weet wat Heisenberg gezegd heeft. Ja, als je een vooroordeel hebt, dan zullen waarschijnlijk de resultaten van jouw metingen wel kloppen met jouw vooroordeel. Ja. Maar als je zuiver meet, wat volgens Heisenberg eigenlijk niet eens kan, doe je een meting en doordat je meet, verandert de uitslag van de meting die je doet. Als je niet zou meten, klopt het. En als je wel meet, is het toch anders. En dan kan het elke keer anders zijn. Geloof ik wel. Ik vind het een hele gedurfde stelling eigenlijk. Maar het blijkt dus wetenschappelijk te kloppen. We hebben het over elektronen. Die elektronen gaan van twee splijten. En wat doen ze? Oh, ze maken een spectrum. Maar als ik nou een camera zet bij die spleet, om te kijken welke van de twee? Elektron door welke spleet gaat. Ja. Dan blijkt ineens, door de meting te veranderen. Ja. Dan hebben we ineens heel strak, nee, we zijn deeltjes. Terwijl de eerste meting zegt, we zijn licht, zegt de tweede meting, door te controleren, zegt nee, we zijn deeltjes. Ik wil het toch echt graag nog een keer met mijn eigen ogen zien, hoor. Ja, dat moet je met je eigen ogen zien. Maar ja, het blijkt kloppen. Nou, wat... Nee, maar ik vind het op zich ook wel goed dat het klopt. Wat betekent? De kwantummechanica die kan heel elegant verklaren waarom het waterstofatoom het waterstofatoom is. Gewoon echt heel elegant. Dat klopt totaal. En dan helium, dat werd een boekwerk. Het heeft zoveel geld gekost dat ze lithium nooit zijn gaan verklaren. En lithium is nummer 3. Dus de verklaarbaarheid... Lithium is dus eigenlijk het grootste probleem. Dat is nummer 4. Beryllium. Ja. Dat is het grootste probleem. Tenminste, in de zon. Maar in ieder geval voor de het is geen probleem van de kwantummechanica, want die kon met lithium maar niet eens doen. Dus het is een totaal mislukte theorie. Het is hartstikke leuk geprobeerd allemaal. En het klopt ook. En la la la.
Maar we wisten het eigenlijk allemaal wel. Nee, Als je een beetje maar oplet. Perry, ik geloof niet dat ik jou probeer te vertellen dat jij ergens in moet geloven. Want dat is gewoon wat jij zelf moet doen. En als jij zegt. Ik geloof, ik, nou, ik geloof gewoon. Als jij gelooft in een God en jij gelooft in een Nee, Christus. ik zeg maar nee. Dan vind ik dat hartstikke goed voor jou. En dan geef ik je een duim. Want jij gelooft. Ga dan. Ik doe het niet. Ja, ik, maar mag ik even uitpraten? Nee? Dat weet je toch? Je mag voor mij toch nooit uitpraten? Ik geloof dat als ik een foto maak in Café de Wacht. Dat ik dat het beste zo verborgen mogelijk doe. Ja. Ik geloof dat als jij een foto maakt in de wacht, dat er een aantal fotonen op jouw lichtgevoelige plaat komen, die een bepaald resultaat weergeven. Ja, en dat mag jij dan misschien als werkelijkheid zien. En ik heb een Leica. Misschien zie ik het zelf ook wel als werkelijkheid. Ik heb een Leica camera en die is dus zwart. En dat is met opzet allemaal zo. En zo maak ik foto's. Want op het moment, dat doe ik ook wel. Ik maak alleen maar zwarte foto's. Ja, dat zijn geheime foto's en dat zijn de mooiste. Ja, geheim, geheim. Geheim, dat vind ik een moeilijk ding. Dat want is ik zou ook, zeggen, je maakt zwart. Safari fotojacht. Als je een zwarte foto maakt, dan is die ook helemaal zwart, hè? Ja, want je, dan heb je echt alleen maar een beeld alsof je. Ja, want niemand kijkt naar jou. Niemand heeft de camera in de gaten. En niemand weet dus dat jij er bent. Maar jij kan dus al die mensen zien. Maar dat staat toch los van de rest? Ja, maar geposeerde maar, foto's. Is irrelevant. Die foto die je maakt is als een. Oké, je maakt een meting. Je maakt een meting. Die meting die je maakt in een foto. Die foto die je maakt is net zo. Ja. In het Engels heet dat fallible, oftewel net zo onzinnig als wanneer je geen foto maakt. En je hebt het wel gezien. Het punt gaat er dus om. Waar, want je. Ik heb dus ook echt gemerkt dat als ik een foto. Maken en dan kijk ik al mijn materiaal kijk ik allemaal naar. Hè? En dan de goede foto's, die maak ik in een soort van verliefdheid. Nee, maar de goede foto's, wat jij als goed ziet. Of ja, wat ik als goed zie, ja. Nee, maar wat jij als goed ziet en slecht ziet, is. Ja, is dat nou. Subjectief of objectief? Maak jij objectief een goede foto? Ja goed, en daarom heb ik zo een boekje gezet. Dat is allemaal bullshit. Er bestaat geen objectief en subjectief. Er bestaat geen goede foto, er bestaat geen slechte foto. Er bestaat slechts eventueel de foto die je maakt. En die is niet goed en die is niet slecht, maar dat is de foto ik heb die je... ontzettend veel trashy foto's gemaakt. Heb ik allemaal gedumpt. Dump, 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 dump. Dus jij denkt dus dat er inderdaad zoiets bestaat als een goede of een slechte foto? Ja. Ja, een foto waarvan ik denk, in de consensus, zullen de mensen die weten wat de techniek inhoudt. Want ik heb alleen maar een Leicaatje bij me. Ik weet dat als jij een foto maakt, ja, dat jij subjectief kunt zeggen van, oh, dit was een goede en dit was een slechte. Maar in feite is het universum zoals het is. En de fotonen die op jouw fotocamera zijn gekomen, die zijn nog goed, nog slecht. Dus er bestaat in mijn optiek helemaal geen goede of slechte foto. Ja, ik vind gewoon echt dat, net zoals ik vind, dat ik 1-1 moet spelen met schaken. Ik kan niet de hele tijd verliezen. Dat is vernederend voor mijn tegenstander. Nou, en zo vind ik ook dat ik dus alsmaar betere foto's moet maken, want dat ik medelijden moet hebben. Nogmaals, als je telkens wint, is het nog vernederender voor je tegenstander. Ja. Maar desondanks, winnen of verliezen,
gaat erom dat je speelt. Dat is volgens mij veel belangrijker. Hoewel dat op zich ook niet eens het toe doet. Ik weet het niet. Ik heb toen ik klein was. Hè? Het is namelijk veel belangrijker dat je gewoon bent. Ja, maar en spelen is toch even. En zelfs dat doet er niet eens toe. Dan spelen, dat doe je dan samen. Samen moet je zeggen. Nou, dat hangt er maar vanaf. Nou, bij voorkeur speelde ik toen ik klein was. Jij speelt bij voorkeur samen. Oh, ook over internet. Of niet iedereen. Ons partijtje schaak van vandaag, even voor de luisteraars in de voorbereidende uitzending toen we het oefenen waren, of deze opname wel zou lukken. En wie weet, is je helemaal niet gelukt. Chef van Oekels, Disco Hoek, kan het erger. Jeets. Nou, kijk, dat is iets anders. Chef van Oekel, Disco Hoek. Ja. Dat ging erom. Is dit gewoon leuk? Sorry? Nou, ik denk dat ik uit deze uren wel wat kan knippen. Dat denk ik wel, ja. Maar waar was ik gebleven? Want ik wilde net iets heel erg leuks gaan zeggen ter afsluiting. Oh ja, we moeten nog even iets zeggen ter afsluiting. Nou, jongens, ik heb niks meer te zeggen. Kijk, dit is geweldig, geweldig. Oké. Okay. Ja? Groot stukje gelul. Ik heb gewoon, ik zal nu aan de, gewoon, oké, maar nu heb ik het laatste woord. Dat jullie er iets aan hebben. Ja. Nou. Ik vind het wel een mooi einde. En dan gaan we het volgende keer, gaan we ook een keer schaken voor de luisteraars. Wij gaan nog een keertje samen schaken. Dat is een ding wat zeker is. Want dat hebben we vandaag gedaan. Ik ga je nu ophangen. Als je het niet erg vindt. Luisteraars. Als je het erg vindt ook. Het laatste woord aan Marco.